weer Vragen Vrijdag. Ja, de vraag was van Ed, ik spijt de musical, of wij iets speciaals doen voordat we gaan optreden. En dat is eigenlijk, we gaan in een kringetje staan en dan kriebelen we met onze handen en dan zeggen we, ik heb spijt, omdat het jeukt. En dan gaan we dus elkaar kietelen. Nou, superleuk. Hi allemaal. Mij is gevraagd of we het leuk vinden dat de kinderen meezingen na de voorstelling. En dat vinden wij fantastisch. Het is zo gaaf om te zien dat er zoveel goede kinderen in Nederland rondlopen. Die zin hebben om mee te doen. Die leuk vinden om mee te doen. Die ook gewoon echt goed zijn. Dus wij vinden het echt heel erg leuk dat iedereen meezingt na de voorstelling op het toneel. Ja, ik kreeg de vraag van X, Ami, Hockey X, of ik huisdieren heb. En zo ja, welke? Nou ja, kijk, hier zijn ze. Dit zijn mijn twee nieuwe kittentjes. Dit is Storm. Zeg eens hoi Storm. Kijk eens. Hi, dit is Storm. Kijk. En Storm is nu 9,5 week oud. En dit is het zusje van Storm. En dat is Boefje. Kijk, en die is ook 9,5 week oud. Hallo jongens, zeg maar hoi. Vragen vrijdag. Vragen vrouw. Ik baal heel erg dat ik niet de vraag heb over huisdieren, want ik heb een koe. Hoe leuk is die? Mijn vraag was, hoe vind ik het om na Spijt in Hotel de Grote L te mogen spelen? En dat vraagt fanpage Spijt de Musical. Dat vind ik echt super leuk. Ik mag met Teun Plantinga gaan spelen. Ik word geregisseerd door Floor Maas. Hele leuke andere acteurs. Het is echt een prachtig boek van Sjoerd Kuiper. Heb je het nog niet gelezen? Ga het dan lezen. Of kom gewoon naar ons toe. Dan vertellen wij het. Het wordt feest. Ed Celeste Horses vraagt, zijn jullie wel eens je tekst vergeten? Nou Celeste, ja. Iedereen is wel een keer één zinnetje of twee zinnetjes vergeten. Het gebeurt af en toe. En gelukkig kennen we allemaal de voorstelling goed genoeg om elkaar dan weer op te vangen als dat gebeurt. Dus het is nooit heel erg erg. Dat valt altijd wel mee. Maar het gebeurt wel eens, ja. Vraag hoe het is om vaak en lang weg te zijn van huis.